Ja. Oké. Okay. User test. Toon met ruis. Instructie. Iedere keer als u een pieptoontje hoort, geeft u mij een seintje. Ook als het zacht is, ook als het uit de verte komt, bij een twijfelgeval. We beginnen op 60 decibel. Stel je voor, iemand heeft een echte drempel op 40. Die geeft hier geluid. Piep. Half seconde. Ga dan zachter naar 50. Piep. Ga je met kleine stapjes. Piep. Hoor ik ook nog. 40. Twijfelachtig. Je gaat dan toch nog zachter naar 35. Geen respons. Dan verhoog je hem met 10 decibel. Naar 45. Wordt hij dan waargenomen? Ja, heb ik hem weer. Heb je twijfelpunt bevestigd, wat in dit geval 40 was. Opslaan rechts. En met frequentieknop naar volgende frequentie. Nou, stel je voor 50 is de echte drempel. Ja, hoor ik. Hoor ik ook nog. Hoor ik ook nog. 50. Twijfelachtig. 45. Geen respons. 10 verhogen. Wordt die weer waargenomen? 50 vastleggen als echte drempel. Andere oor. Links en rechts shift. Dan geef je aan deze kant geluid. Op dezelfde manier. En zo ben je weer terug op rechts. Moet je beengeleiding meten. Hij staat nu op de hoofdtelefoon. TDH39. Dan kies je output. Beengeleiding. Masterbeat staat het voor. En dan staat hij dus op. Beengeleiding. Dezelfde procedure. En zo staat hij aan de andere kant op beengeleiding. Dus rechts, links. Rechts, links. Zoals je naar de persoon kijkt, hè. Dus geheugensteuntje. Rechts, links. Nu staat hij op links. Nou, piece of cake. Oké, heel erg bedankt. Met plezier gedaan. Veel plezier met het filmpje.